Hey Brain. Hey Funky. Wat zijn we aan het doen? Wij zijn aan het suppen en jij had een heel goed idee voor een plek. Ja, want we zijn gestart op een stuk van de Esveldebeek, waar we stroomopwaarts gingen de vorige keer. Nu gaan we stroom neerwaarts, afwaarts. Ja, we gaan nu vanaf de Esveldebeek richting de Barneveldsebeek. Brain gaat op onderzoek. Gaat het lukken? Ja. Gassen. Lukt niet. Lukt het niet? Nee, het wordt te smal en te klein en te veel dingen. Alhoewel ik wel toch stiekem heel nieuwsgierig ben. Maar... Ja, je kan ook afstappen en gaan lopen. Ja. Ik denk dat ik dat even doe. Gaan we een wandeltocht doen. Wij zijn gewoon een beetje aan het exploren. Ja. Het is nu maart. Waarschijnlijk als je deze video ziet is het een stuk later. Maar we zorgen wel dat we dit soort stukjes met rust laten als het broedseizoen is. Dus in april gaan we hier al niet meer. Het loopt hier wel volgens mij een klompenpad. Waar je kan lopen. Want ik zie daar ook een bruggetje. Dus we gaan daar even kijken. Ja, ja, hier komen we. Panama Kanaal. Hier komen we met de set niet doorheen. Het is wel een hele mooie, rustige plek eigenlijk. Als je de snelweg hebt weggekend. Daar loopt het wel door. Dus we kunnen, als we voorbij de stuw gaan daar. Als we daar voorbij gaan, eroverheen. Dan kunnen we wel verder die kant op. Want daar zijn we nog niet geweest. Nieuw terrein. Ik heb ook geen idee waar dit is, dus dat moeten we ook even op de kaart gaan uitzoeken. Nou, ik heb Strava aanstaan, dus we kunnen het altijd terugzien. Ja, en dat kunnen we dan in deze video pakken, want zo technisch zijn wij. Zeker. Denken wij te zijn. Wij zijn namelijk Techno en de Nerd. Techno en de Nerd. Ja. Nou, we hebben hier een speciale sub-opstapplaats. Kijk, leg hem zo neer. En dan kan je hier hem vasthouden. Wat handig dat ze dat speciaal hiervoor maken, joh. Een sub-opstapplaats. Die kan je vasthouden boven. De hoevenlakens werkt zijn. Nou. Steek hier. Dus niet diep. En als je dit één keer doet zo. Dus dit is rottende grond. Echt van die blubgrond. Blub blub. Blub blub. Ja. Wij zijn aanbeland op de Hoevenlakense Beek. Daar zijn we gekomen via de Esveldebeek, dan de Barneveldse Beek. En soms. Moet je gewoon even het bos in. Ja. Je duikt bij de takken. Ja. In het bos. Maar dat, wat grappig is, want we hadden dus Esveldebeek stroomafwaarts gedaan richting Barneveldsebeek. Stukje Barneveldsebeek. De dag dan gaan we naar de Koperhorst, Kopermolen, Koeiendans, Boerderijwinkel, ja, Landwinkel. Waar we ook al een keer zijn geweest. Waar we een keer zijn geweest. En toen zagen we in één keer rechtsaf een beekje of een beekje. Ja. En toen gingen we rechtsaf. En nu komen we dus op de Hoevelaakse Beek uit. En Hoevelaken heb ik jaren gewoond vroeger. Dus nu. En ik zeg, ik ben hier nog nooit geweest. Dus we gaan richting de snelweg. Ik zeg, volgens mij gaat die onder de snelweg door en komen we dan echt in Hoevelaken uit. Dus dan gaan we even checken. Gaan we even checken. Kan gewoon. Nooit geweten. Wel leuk, en zo kom je toch elke keer nieuwe plekken tegen. En dan gaan we onder de A1 door. En dan hebben we weer een nieuw stukje te pakken. Hoe vet is dat? Brain komt er ook aan. En Brain denkt, ik kan links en ik kan rechts. En ik ga links. Maar je moest er wel voor zich kijken. Dus gaat ze op de mijl.
Sorry. Ik heb geen rem. Niet? Nee. Misschien moeten we dit stukje niet doen, of wel? Of juist wel, omdat we zeggen dat we hem niet moeten doen. Even kijken, je hebt gelijk ook. Brain, what just the f**k happened? Blijf je hangen of zo ergens achter? Ja, blijf maar hangen. Oh, kut. Ja. Wacht even, dit wordt een goede film. Hoe ver ga je door? Nee, ik zet hem even uit. Nou, het is wel dat ik zei, want het is jouw beurt om in het water te vallen. Ja. Ik moet me niet gaan vertellen dat ik het koud heb. Het is niet koud. Ik zelf zeg dat het koud is, het is okay? Nee, het is ook niet koud. Nu even. Misschien is dit wel een leuk moment om te vertellen over dat je plastic zakjes om je voeten hebt, zodat je voeten zo droog blijven. Oké, Brain pakt de techniek via de buitenkant. En ik pak de andere techniek. Dan geef ik hem een zetje. Ren ik gauw hier naartoe. Oh nee, kan ik niet helemaal in? Ah! Kak. Ligt hij nou vast? Nee. Leuk idee, ging toch niet helemaal werken. Ik was net te laat om hem te pakken. Nou, op zich, het idee was goed, alleen het was net... Ik was net te laat. Ja, dus ja. Een fractie. Nou, het was echt heel weinig. Dankjewel. Hoi. Thanks, Brian. Wil jij je bord? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En kijk, zo zie je dat deze techniek nog niet in perfectie is uitgevoerd, maar ik denk nog steeds dat het een snellere methode was. Belangrijkste, je haar goed zitten. Ja, zeker. Mijn haar nog een beetje goed. Ja, heel goed. Top. Ja. Ik vond het leuk. Iets minder zon als verwacht, maar toch wel lekker. Ja, het was wel een beetje fris. Ja, ik ben niet in het water gevallen en dan is het nog steeds een beetje fris. Brain wel. Je had een brain freeze. Ja. Oh, ik moet hem even stopzetten. Dat jij de Strava even stoppen. Ja, nou, het gaat puur even om de afstand, niet om de snelheid. 7,3 kilometer, zou het zo? Ja? Ja, nou, we zijn best wel lang weg geweest. Netjes. Lekker, 3 uur over gedaan. Volgende keer weer een andere plek. Volgende keer een nieuw plekje weer? Ja. Ja? Ja. Oké, dag lieve kijkers. Dag lieve huiskijkers. Dag lieve kijkbuiskinderen.